Ja, superleuk dat je kijkt. Ik heb er weer zin in, want ik ga vandaag een shitkip maken. Kijk, ik heb al een kip zo. Die kan ik even. Die ga ik even zo. Andersom doen zo. Die heb ik in een laagje gezet. In een andere laag er zit een keutel. Oh, die laat ik even daar zo. En die andere. Die keutel die ga ik eventjes omdraaien. In dezelfde richting als. Als de kip. Zo. Ja, zo. Kijk, dat ziet hier al. Ik zag in deze keutelvorm zag ik wel een kipvorm. Ik ga eventjes. Wacht eens even. Wat ga ik doen? Ik ga eventjes de. Mijn werkveld even vergroten. Eens even kijken. Gewoon lekker groot. 50 bij 50 zo. Kijk, heb ik lekker veel ruimte. Yeah. En dan. Heb ik die zo, die en die en die. Eens even kijken. Ga ik dit kippetje eens even pakken. Even de kip even pakken zo. Ga ik even zo pakken zo. En dan ga ik hem over die keutel zo heen. Dan ga ik eens even kijken hoe ik hem het beste. Want ik wil. Dus kijk zijn snavel. Dit moet eigenlijk. Kijk, dit moet eigenlijk zo'n beetje zijn snavel worden. Even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien moet hij een beetje draaien zo. Kijk zo. En zijn poten moeten er ook. Uitsteken, zo. Even kijken, zo nog een klein beetje terugdraaien. Kijk, zo. Kijk, zo moet het wel. Zo moet het denk ik wel lukken. Shitkip, shitkip, shitkip. Eens even kijken, dan ga ik eerst een beetje gummen. Even een beetje gummen, dan moet die drol natuurlijk zo. Even kijken, nee, dus moet die. Kip moet ik een beetje uitgummen zo. Kijk, en dan ga ik hier ook een leuk liedje over maken over de shitkip. Even kijken hoor, hoe dat. Oh, dat is een beetje. Niet te heftig gelijk. Even. Hier moet ik rustig zo. Ja. Zo. Oh, kijk, dan gaat hij. Daar komt. Daar houdt die drol alweer op. Dus ik moet gewoon heel zachtjes zo een beetje weggummen. Het is al niet al zo leuk als ik had gehoopt. Kijk, dit is nou echt lol maken, hè? Gewoon. Een dikke shitkip maken zo. Kijk hier zo. Oh, kijk, daar houdt die. Er al ook op, dus moet ik hier zo. Kijk, loopt het mooi in elkaar over zo. Dit is een echte shitkip. Tada! Even kijken hoor, waar die keutel ophoudt. Zo. Kijk, dan ga ik even wat effectjes er. Beetje. Zo, kijk, loopt het mooi in elkaar over. Nog een paar andere kleuren erbij. Ja, het is net als net schilderen is het eigenlijk, hè? Dat is het leuke ervan. Ja, dit is echt. Dit is geniaal. Echt een, nog een beetje schaduw toepassen. Kijk, hier zit het eronder. Dan maken we het een beetje donkerder. Dan krijg je ook wat meer diepte. Dat is wel wat we willen natuurlijk. Dan voelt het ook. Kijk, hier nog even. Zo, kijk, en dan doe ik die kleur van die kip. Die komt ook weer een beetje terug in die keutel, zo. Dan lijkt het nog meer één geheel. Zie je, dan vloeit het mooi in elkaar over. Dan ga ik het nog even bijwerken. De onderkant. Nog even kijken. Ja, hier. Kijk, hier nog even een beetje bijwerken. Deze lijntjes. Zie je het pootje weer goed?
En we hebben, even kijken. Kijk eens even. Is dit niet een geweldige shitkip? Kan ik mooi gebruiken voor mijn thumbnail. Dus kijk, ook ik zie hier nog even wat. Kan ik nog wel even weg? Zit ook nog wat. Eventjes een beetje afwerken, hè? Zo. Nou, dit is. Het lijkt ook een beetje op een kalkoen of zo. Ik weet niet, of een pauw. De poeppauw. Dat kan ik ook nog, die kan ik ook nog wel een keer maken, ja. Hey, super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En vergeet niet, dit liedje gaat er komen. Oh, shitkip. Dus ik weet niet wanneer, maar ik ga hem zeker maken. En dan gebruik ik deze als thumbnail. Tot de volgende keer. Doei!